In gezondheidscentrum De Korte Akkeren huist het sociaal team Gouda. Mensen kunnen daar terecht met ondersteuning en vragen bij en over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, gezin of relatie. En Bertie Melis is bij mij in de studio te gast en zij is sociaal makelaar bij het sociaal team. Welkom. Wat doet zo'n sociaal team? Een sociaal team, nou, je vat het net eigenlijk al heel mooi samen. Hè. Heeft beantwoord eigenlijk vragen en zorgen van inwoners uit Gouda op de gebieden die je zojuist noemde. Dus dat is een heel breed scala aan gebieden. En wij werken daarin van 0 tot 100 plus. Dus voor kinderen en jongeren tot 100 plussers. Vanaf 1 januari 2018 zal het echt officieel één team zijn. En op dit moment zijn we met team jeugd en team volwassenen heel nauw aan het samenwerken om dat ook mogelijk te maken op 1 januari. En hoe lang bestaat dit sociaal team al? We zijn op 1 januari 2015 zijn we hiermee begonnen, omdat toen eigenlijk landelijk ook de zorg veranderde, dat de zorg van de Rijksoverheid naar de gemeentes kwam. En toen heeft Gouda gekozen voor een sociaal team. En er zijn 3 sociaal teams. Er zit niet alleen in Korte Akkeren één, maar er zit er ook nog één in Bloemendaal. En er zit er één in het Nelson Mandela Centrum in Gouda Oost. Dus we werken vanuit 3 punten werken we samen. En er zijn 3 sociaal makelaars dus binnen het sociaal team. Actief in Gouda, zei je. Ja. Jij bent er daar één van. Hoe ziet nou voor jou een gemiddelde dag eruit dan? Nou, een sociaal makelaar die... Ik moet misschien nog even iets vertellen over die sociaal werkers die wij vooral hebben in de sociaal teams. De sociaal werkers die beantwoorden die vragen van bewoners en die proberen met ze mee te denken en een oplossing te zoeken. Maar onze filosofie is heel erg van hoe kunnen wij mensen helpen weer in hun eigen kracht te komen. Hoe kunnen ze eigenlijk zelf hun leven weer oppakken. En dat doen we door te kijken van wat kun je zelf, waar zit die eigen kracht? We kijken wat doe je met je sociaal netwerk, dus hoe kunnen mensen om jou heen een rol spelen? En hoe kun je gebruik maken van voorliggende voorzieningen? En dat is eigenlijk een term van oplossingen en mogelijkheden die je in je wijk of in je buurt hebt. En die eigenlijk voorafgaan aan de inzet van een professionele hulpverlener. En dat hele stuk van hoe kun je nou met mensen in de stad, in je wijk, in de straat samen oplossingen bedenken. Dat is waar een sociaal makelaar zich vooral op begeeft. Die kijkt eigenlijk hoe kun je nou de verbinding maken tussen welzijn en zorg. Want al die oplossingen die je misschien in je buurt hebt, die vallen dan meer onder het welzijnstuk. Dat zijn mensen die voor elkaar dingen betekenen, maar het zijn ook clubs, het zijn sportcentra, het zijn vrijwilligersorganisaties. Dat zijn allemaal krachten in de wijk. En de sociaal makelaar is eigenlijk een beetje de lopende informele sociale kaart. En je zei net van, je werkt met 3 makelaars, we werken met 4 makelaars. We hebben in elk gebied een makelaar. In dat oost, west en noord waar Gouda in verdeeld is. En daarbij ik ben dan stadsmakelaar, dus ik kijk Gouda breed naar kansen en mogelijkheden. Ik hoorde je net al zeggen, we kijken ook in de buurt naar wat mensen inderdaad zelf kunnen, maar ook wat anderen kunnen bieden. Mm-hmm. Dan heb je dus eigenlijk over een stukje burgerparticipatie ook. Ja. Ja, en misschien om het wat concreter te maken, hè, want dat klinkt dan heel wollig van zorg en welzijn combineren, maar als je dan naar concrete projecten gaat, dan kun je bijvoorbeeld denken aan, als het echt om een bewonersinitiatief gaat, in Korte Akkeren is op een gegeven moment door bewoners initiatief genomen om van een braakliggend stuk terrein een buurtmoestuin te maken. En bij zo'n proces kan een makelaar dan ondersteunen. En kijken van, je kunt gebruik maken van ons netwerk. We kennen mensen, we kennen partijen die mogelijk wat kunnen betekenen. En dan zie je dat zo'n proces van bewoners ontstaat. En dat niet alleen de buurtmoestuin het doel is, maar het hele proces van wat bewoners met elkaar doen. Ze komen uit hun huizen, ze ontmoeten elkaar. Je gaat mensen om je heen leren kennen. En we denken heel erg vanuit het sociaal team, van dat gezondheid en je prettig voelen in je buurt en een sociaal netwerk hebben, dat die 2 dingen hand in hand gaan. En ik kan me zo voorstellen, het gaat natuurlijk tegenwoordig heel veel over zorg, maar mensen vinden het ook heel lastig om die zorg te vragen. Hoe zorgen jullie dat laagdrempelig is en blijft? Nou, we proberen als werkers niet ons op te sluiten op een kantoor, maar vooral ook zichtbaar te zijn in de wijken. En het zorg vragen en oog hebben voor mogelijkheden van mensen. Ik denk dat dat ook iets is waarmee we ons willen profileren. We kijken niet alleen naar wat er moeilijk gaat, maar we kijken ook waar dan jouw mogelijkheden en talenten zijn om het goed te laten gaan. Een mooi voorbeeld is misschien een meneer die bij ons binnenkwam lopen en die veel ellende in zijn leven had meegemaakt. Baan kwijt, vrouw weg, heel veel toestanden waardoor hij depressieve gevoelens had.
En deze meneer bleek best wel bepaalde talenten te hebben, die hij op een gegeven moment met behulp van ons is gaan inzetten in zijn eigen wijk. En daarmee verdwenen ook de probleemgevoelens, zeg maar, naar de achterkant, naar de achtergrond. Dus jullie voorkomen een psychiater bijvoorbeeld? Nou ja, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar ik denk wel dat als je mensen niet alleen aanspreekt op het probleem, maar ook op dat wat er goed gaat, dat je daar wel een betere balans in kan vinden. Ja. Maar jullie hulp kan ingeroepen worden op een heleboel vlakken. Hè? Ik zei al, wonen, werk, relaties, gezin. Dat is best wel een heel breed pakket. Hoe zorg je dat je al die verschillende typen zorg kunt aanbieden? Dat komt omdat we in een team samenwerken waar 6 verschillende organisaties eigenlijk mankracht voor hebben geleverd. Dus het is een hele mooie coöperatie van 6 grote zorgpartijen in Gouda. En die partijen hebben ook allemaal weer hun specialisme. Dus we hebben we hebben ASVZ, Chemiva, Quadraat. Dat zijn allemaal organisaties die ook weer hun eigen specialistische kennis hebben. Dus we werken als generalist. Dat betekent dat we allemaal van alles wat weten. Maar we hebben ook weer specialisten op specifieke problematiek. En waar liggen jouw specialiteiten? Mijn specialiteiten liggen echt op die verbinding, omdat de sociaal makelaar dus niet die 1-op-1 hulpverlener is, maar die gaat echt de wijk in en die probeert juist die voorliggende oplossingen, die mogelijkheden te verbinden met het sociaal team. Misschien nog een leuk voorbeeld. Veel problemen die wij binnenkrijgen, bijna 80% van de vragen, heeft ook altijd een financiële vraag. Dus financiële problematiek is echt aan de orde van de dag. En wij zijn als makelaars, kijken we ook van als er nou heel veel vragen op één gebied komen, hoe kunnen wij daar dan iets op bedenken waardoor het voorliggend beter misschien wel te voorkomen is. Of in elk geval dat we sneller erbij zijn, hè, dat laagdrempelige waar je net naar vroeg. En daar is bijvoorbeeld de papierwinkel in Gouda uit ontstaan. En de papierwinkel is een voorziening die we met bewoners, met enthousiaste vrijwilligers, maar ook met een aantal organisaties die ook al iets betekenen op dat gebied van die financiële hulpverlening, hebben we die papierwinkels opgezet. En daar kunnen bewoners dus heel laagdrempelig binnenstappen met, kun je een brief voor me lezen, kun je me helpen me op administratie te ordenen. En we merken dat dat een heel mooi voorloket is om die druk op die financiële problemen af te laten nemen. Dus als er nu iemand kijkt die vroeger accountant is geweest en denkt, ik wil ook iets betekenen voor een Goudenaar, dan kan die zich melden bij je. Absoluut, ja, dat is fantastisch. Wat voor soort mensen heb je nodig? Nou ja, eigenlijk als je kijkt in Gouda, dan zijn er op heel veel vlakken zijn er mensen actief. Dus wat dat betreft hebben we een hele mooie stad om in te werken. Want er zijn meer dan 17.000 geregistreerde vrijwilligers. Maar eigenlijk op allerlei gebieden heb je mensen nodig. En we hebben een website hier in Gouda en dat is Goud voor elkaar. En daar wordt ook vraag en aanbod op aangegeven. Dus ik denk dat je iets moet doen wat ligt bij waar jouw hart ligt. En dat je daarin dan het beste iets voor een ander kunt betekenen. En dat is heel divers. Dat gaat van ontmoeten tot met mensen een vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas bijvoorbeeld. Tot helpen met kinderopvang of bij verstandelijk gehandicapte kinderen. Eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken of er zit wel iets tussen. Heb je een vraag? Waar jij misschien ook iets... Social team. Ja. Dit was Gouden Stad Magazine voor deze week. Wilt u deze of eerdere uitzendingen nog een keer terugkijken? Dan kan dat via de optie uitzending gemist op onze website gouwenstad.nl. Graag tot volgende week.